Vandaag neem ik u mee in Montfortland, vlakbij Duitsland, naar een hele prachtige mooie woonboerderij. Deze boerderij die is in 1900 gebouwd en daarna in 2001 helemaal opgeknapt. Zelfs label C heeft hij gekregen, met muurisolatie, dakisolatie, vloerisolatie. Echt een hele mooie afwerking in de tuin van maar liefst 1,5 hectare in Montfortland. Montfortland kenmerkt zich ook een beetje door een heuvelachtig gebied. Ik ken natuurlijk de grote berg hierachter. Heel erg mooi. En deze tuin, ja, die reflecteert daar ook wel een klein beetje aan. Daar is een prachtige hooischuur. Heerlijk om daar lekker te zitten. Zonnetje komt erin. Hierachter is een garage, een stal. Er kunnen zelfs 3 paardenboxen gemaakt worden. Want ja, hier kan je ook prachtig paardrijden. Hele mooie uitrijmogelijkheden. Het perceel is 1,5 hectare. De woning zelf heeft 485 vierkante meter. En alleen al de schuur daar die is al 140 vierkante meter. Ja, je kan hier eigenlijk van alles doen. Paardrijden, mountainbiken, hardlopen. Eigenlijk voor ieder wat wils. En Arnhem is ook maar binnen 1/2 uurtje te bereiken. Doetinchem is maar 8 kilometer weg. Ja, je zit hier eigenlijk toch wel dicht bij de voorzieningen als je dat zou willen. Wat heel erg leuk is in de woning en in de tuin, is dat je hier eigenlijk op een bultje gaat lopen. Hierachter bevindt zich nog een poeltje. En ik heb zelfs gehoord van de verkopers dat er een vosje woont. Ja. Kan ik, de tuin is hier natuurlijk ook echt heel erg groot. En ik denk zelf wel dat een tuinman je beste vriend gaat worden hier. Het perceel is zo groot dat je aan die kant auto's kan parkeren. Er kunnen 3 naast elkaar staan. Maar wat heel erg handig is, en ook voor om in de tuin te komen, is dat je hier nog een aantal parkeerplaatsen hebt. En hoe verrassend het buiten was, binnen hebben we nog 485 meter om te bekijken. Vanuit deze ruimte loop ik naar die majesteuze living, waar we echt de gebinten nog zien. Dat zijn de oude gebinten nog, zelfs uit 1900. In 2001 hebben ze het hier magnifiek verbouwd ook. Na een dag werken kun je toch lekker genieten van je eigen park. Uiteraard hoort bij zo'n woning als dit, zo'n mooie woonboerderij, ook een mooi gastenverblijf. Ik laat natuurlijk niet alles zien, maar er is nog veel meer. Boven is natuurlijk ook een hele mooie afwerking. En wat opvallend is, is die hele lange grote gang die je hebt naar alle vertrekken en slaapkamers. We hebben hier verschillende slaapkamers, een badkamer, een eigen bijkeuken waar je dan je eigen wasmachine staat uiteraard. En dit vind ik eigenlijk wel een hele bijzondere kamer. In deze kamer maakt één ding heel specifiek. En dat is dat je hier prachtig zicht hebt over je eigen tuin. En ik kan een rondje lopen. Vanuit de Royale Living hebben we hier natuurlijk ook nog een stukje ontspanning. We hebben natuurlijk al het kantoor gezien, slaapkamers, luxe badkamer, het gastenverblijf achter en de tuin. Maar wat echt belangrijk is natuurlijk, is het klein beetje ontspanning wat erbij hoort.